Zoals jullie zien sta ik thuis in mijn eigen studeerkamer een boodschap voor jullie op te nemen. Dat is natuurlijk logisch, want we zijn allemaal thuis aan het werk. En het leek me toch goed om op deze manier een beetje contact te houden met jullie allemaal. This time I'm going to do it in Dutch. I've written a letter to the international students, which will be posted to you shortly, to keep in touch with your group. This time I'm going to do it in Dutch, because we are a bilingual institute to begin with. Het is heel leuk en spannend om thuis te werken. Het is echt wennen om alles via de telefoon en de computer te doen. Om mensen niet even naartoe te kunnen lopen, om niet even te vragen, hé, hoe is het nou met je? Maar tegelijkertijd horen en zie ik hele mooie dingen gebeuren bij Artes. Heel veel lessen die online gemaakt worden, heel veel lessen die nieuw zijn. Mensen die zich er voor het eerst in verdiepen. Alle online education krijgt een enorme vlucht. En dat is met vallen en opstaan. Met hulp van ICT, met de helpdesk, wordt van alles ingericht en er wordt heel hard gewerkt om studenten zoveel mogelijk online te kunnen begeleiden. Naast alle mooie berichten zijn we ons ook heel bewust van het feit dat het best lastig is voor sommige mensen om opeens thuis te zitten, alleen thuis te zitten in een sociaal isolement. En we roepen daarom op tot social mapping. Kijk met wie je normaal gesproken werkt, met wie je normaal gesproken studeert. En probeer daar een eigen cirkel van te maken, waarbij je regelmatig contact hebt met de mensen waar je normaal gesproken ook contact mee zou hebben. Dat gaat helpen in het samen door deze periode heen te komen. Daarnaast zijn heel veel van ons ook bezig met het opvangen van de omgeving. Of dat nou Artes-omgeving is of eigen omgeving of bij jou in de straat of in je familie. En dat juichen we van harte toe. Ik denk dat Nederland zich van de sterke kant laat zien als we deze periode goed doorkomen. En het zou mooi zijn als Artes daar zijn rol en zijn deel goed in kan pakken. En Artes, dat zijn wij allemaal. Dus het zou mooi zijn als we dat kunnen uitstralen. Ik wens jullie heel veel succes in de komende week. We zetten onze schouders er weer onder. We gaan hard aan het werk. Het is niet altijd makkelijk, maar ik denk ook dat er hele mooie dingen uit voortkomen. En hoe leuk is het om elkaar straks weer live te kunnen zien. Tot de volgende keer.